Vandaag is de dag tegen pesten. Wij zijn tegen pesten. Jullie toch ook? Ik ben tegen pesten. Wij zijn tegen pesten! Omdat het heel veel pijn kan doen. Je weet de gevolgen er niet van. En juist daarom zijn wij tegen pesten. Behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden. Wij zijn tegen pesten. Omdat je iedereen in zijn eigen waarde moet laten. En je gewoon jezelf moet kunnen zijn. Iedereen is zoals hij is. Je bent man, vrouw, wit, zwart, transgender, maakt niet uit. Ieder mens is uniek en mag er zijn. Ik ben tegen pesten, omdat ik vind dat je iedereen met respect moet behandelen. Iedereen is toch tegen pesten? Pesten kent alleen maar verliezers. Ik heb een hekel aan pesters. Wij zijn tegen pesten omdat... Omdat het levens verwoest. En meer schade aan kan brengen dan je zelf denkt. Maar waarom moeten mensen gepest worden? Waarom? Want ik bedoel, omdat iemand minder is als ander, je hoort elkaar te helpen. En dat vind ik heel belangrijk. Wij zijn tegen pesten. Omdat het niet thuis hoort in een veilige leeromgeving. Ik ben tegen pesten omdat je daar mensen mee kapot kan maken. Ik ben tegen pesten omdat het mensen ongelukkig maakt en ze er jaren later nog heel veel last van kunnen hebben. Ik ben tegen pesten omdat... Ja, omdat ik me eigenlijk niet kan voorstellen wie er voor het pesten is. Hoe meer iemand kan helpen, zou de wereld veel beter uitzien. Ik ben tegen pesten omdat ik heel veel mensen hier op school al meegemaakt heb die gepest zijn. En dat ik zie hoe verdrietig en eenzaam ze zich dan voelen. Ik ben tegen pesten omdat ik vind dat we elkaar gelijk moeten behandelen. Pesten is toch eigenlijk gewoon zonde van je tijd. Je kan beter een beetje tijd investeren in iemand anders waar je er ook wat aan hebt. Ik ben tegen pesten omdat mensen heel ongelukkig van worden. En iedereen moet gelukkig kunnen zijn. Wij zijn tegen pesten omdat je wordt er onzeker van en je krijgt een slecht beeld van jezelf. Ik ben tegen pesten, want pesten is een vorm van zwakte. En ik ben tegen pesten, omdat verschillen maken mensen uniek, anders wordt het ook heel erg saai. Ik ben tegen pesten, omdat je met vriendelijkheid veel meer bereikt. Het heeft ook slechte invloed op je schoolwerk en ook het geeft je een slechte herinnering aan school. Wat voor de ene geintje is, kan voor de ander heel kwetsend zijn. Ik heb hier een hele stapel boeken bij me. Er wordt zoveel geschreven over pesten. En bedenk inderdaad, wat voor de ene geintje is, is voor de ander heel kwetsend. Ieder mens is anders, ieder mens is uniek. Respecteer dat, accepteer dat en wees lief voor elkaar. Ik als antipestcoördinator wil jullie één tip meegeven. Ben er voor elkaar, want samen sta je sterk.